De treinstations van Nederland zijn weer beoordeeld. Station Wijchen scoort hierin goed. Nijmegen-Dukenburg blijft een zorgenkindje. Deze week werden de resultaten van de NS Stationsbelevingsmonitor 2023 bekendgemaakt. Hieruit kwam binnen onze regio station Wijchen als hoogscorend station naar buiten. Station Nijmegen-Dukenburg werd wederom het laagst gewaardeerd binnen de regio. Gisteren is het NS Stationswaarderingsrapport uitgekomen. We staan hier op station Wijchen, die met een 7,6 als beste uit de bus is gekomen binnen regio Nijmegen. Ervaart u station Wijchen als druk of rustig? Meestal wel rustig, maar spitstijden wel druk volgens mij, als ik mijn kinderen mag geloven. We hebben een aantal mensen geïnterviewd die niet in beeld wilden komen. Ervaart u station Wijchen als druk of rustig? Rustig. Absoluut. Ik ben enthousiast over station Wijchen. Absoluut. Veel mensen waren positief over station Wijchen. Niet gek naar aanleiding van het stationswaarderingsrapport van de NS. Het enige minpunt wat mensen noemden was dat je op station Wijchen maar op twee perrons kan opstappen. En op station Nijmegen Centraal heb je veel meer keus en kan je het hele land door. Ik sta hier op station Dukenburg dat binnen de regio voor het tweede jaar op rij als slechtste uit het waarderingsrapport komt. Met een 5,7 zijn ze dit jaar zelfs 2/10 gedaald ten opzichte van de beoordeling van vorig jaar. Om erachter te komen waarom station Dukenburg zo laag scoorde, zijn we zelf wezen kijken en hebben reizigers gesproken op het station. Heeft de drukte op station Dukenburg invloed op welk cijfer u het station zou geven? Ja, ik denk 7. Rustig station, bijna nooit druk als ik er ben. Een 7. Opmerkelijk geven reizigers aan dat ze het station Dukenburg hier een 7 zouden geven. Om erachter te komen waarom station Dukenburg zo laag scoort, terwijl de gesproken reizigers positief reageren, spraken we met een NS-stationsmanager. We vroegen ons allereerst wel af, wat zou station Dukenburg kunnen doen om volgend jaar een ruimere voldoende te scoren? Nou ja, er zijn al best wel veel dingen gedaan. De voorganger is bezig geweest samen met ProRail en de gemeente om de arcadeboog weg te halen. Er zijn ook gesprekken om het station zelf voor met de aankleding aan de gang te gaan. Dus de bronkappen. Ik besteed veel tijd aan station Nijmegen-Dukenburg. Ik hoop echt dat het resultaat gaat opleveren voor 2024. Het is vandaag alweer de laatste carnavalsdag. De laatste loodjes wegen het zwaarst, dus doe je er goed aan om de dag met een stevig ontbijt te beginnen. In Wijchen kon dat vanochtend tijdens Schik op de Meert. Gezellig samen ontbijten, alvast het eerste biertje openen en genieten van de muziek. Net zoals veel dorpen in de regio heeft ook Wijchen gehad. Wijchen last van een teruglopend carnaval. En we hebben met een groep vrienden en met heel veel hulp van de plaatselijke horeca dit initiatief bedacht. We begonnen een aantal jaren geleden met 45 man hier op de Wijchense Markt met eitjes bakken. En inmiddels is het uitgelopen tot een serieus feestje. Dus daar is waar we het voor doen. Om de jeugd die in ieder geval carnaval wil blijven vieren, de kans te geven om dat hier in ons eigen Wijchen te doen. De sfeer zit er heel goed in. Het is de laatste dag vandaag, dus we moeten nog volop genieten. We zijn donderdagavond begonnen. Je hoort het al aan mijn stem. Het is bijna ten einde, maar met dit weer hier in Wijchen, wat wil je nog meer? We zijn er weer klaar voor. Het is de laatste dag. Schik op de Meert. Wat wil je nog meer? Zonnetje schijnt. En ook dit jaar is een typische Wijchense uitspraak het thema. Het thema is liever schik als een nieuwe box. Ja, oud Wijchens gezegd, hè? Liever plezier maken als nieuwe kleren halen. Nee, dat is weer het thema van het jaar. Ze hebben ieder jaar een thema. Kijk op mijn mouwen. Een nieuwe broek. Ik heb een oude aan. Vol met gloorvlekken, want er komt dadelijk nog meer rotzooi in. Kan mij iets schelen. Schik maken, met z'n allen carnaval vieren, dat is het leukste wat er is. Dus dan laten we die nieuwe broek maar even schieten en dan gaan we lekker carnaval vieren. En het bier wordt deze ochtend dan ook rijkelijk geschonken. We zijn muzikanten, dus een beetje drank hoort bij de klank.
Gemeente West Maas en Waal is niet blij met het bezoek van Bob de Sloper aan de carnaval. Zo melden zij op sociale media. In de gemeente is tijdens de carnaval veel schade aangericht. Zowel in de openbare ruimte als bij particulieren. De schade is zelfs groter dan tijdens de jaarwisseling. De gemeente noemt dit jammer, omdat het de burger veel geld kost en soms ook gevaarlijke situaties oplevert. Zo zijn bijvoorbeeld paaltjes weggehaald die gevaarlijke bocht aangeven, maar ook plaatsnaamborden in de sloot gegooid, palen uit de grond getrokken en verkeersborden dubbelgevouwen of omgedraaid. De rechtbank in Arnhem veroordeelde maandag een 25-jarige man uit Groesbeek voor een groot aantal strafbare feiten. Waaronder aanranding van een minderjarig meisje in een lijnbus in Nijmegen. In de vrijwel lege bus ging hij zitten naast een destijds 17-jarig meisje, drukte haar tegen het raam en rande haar aan. Behalve de aanranding van het meisje wordt de man ook veroordeeld voor het beledigen van de buschauffeur en toen hij uit de bus was gezet, het bedreigen van twee opgeroepen BOA's en het mishandelen van één van hen. Ook de politie moest het ontgelden, die kwam om de man aan te houden. Hij krijgt een celstraf van 4 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Wandelaars lopen massaal warm om van start te gaan in de 106e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Nooit eerder schreven op de eerste dag van de kaartverkoop zoveel mensen zich in. Op de eerste dag werden ruim 15.000 enthousiaste wandelaars succesvol ingeschreven. Dit aantal inschrijvingen op de eerste dag betekent een historisch hoogtepunt voor de Vierdaagse. Het oude record 2019 verdwijnt uit de boeken. Toen werden op de eerste dag ruim 13.000 deelnemers geregistreerd. Op dit moment kan iedereen zich inschrijven die al eens eerder succesvol de Vierdaagse heeft uitgelopen. Of is geboren tussen 2006 en 2012. Apotheek Midden-Betuwe krijgt definitief een vestiging in het nog te bouwen multifunctioneel centrum Wanmolen in Zetten. Meldt de gemeente over Betuwe, die daarover met de apotheek een overeenkomst heeft gesloten. Het MFC Wanmolen is medio 2026 gereed en zal ook ruimte bieden aan huisartsencentrum Zetten Herveld en verloskundige praktijk Buik, Baby, Borst. Op zoek naar schatten uit de prehistorie of de middeleeuwen? Het kan, in een VR-game dat nu te spelen is in Kasteel Wijchen. Spelenderwijs ontdekken kinderen het verhaal van Gelderland. Door aanwijzingen te ontcijferen en goed samen te werken, kunnen ze de Gelderse geschiedenis herstellen. Iets gewoon dus een manier van leven van de Romeinse soldaat. Okay. Nou, de game is voor 2 spelers. 1 speler die gaat met de VR-game in het speelveld staan. De andere speler die gaat achter het scherm, de computer, staan. Daar wordt een level gekozen of een periode. De speler met de VR-bril die moet aanwijzen welk object hij ziet. De speler achter het scherm moet dan raden welk object het is. Wordt het goede object gekozen, dan kan de speler in het veld het object weer op de goede plek liggen. En dan wordt eigenlijk de collectie van Gelderland gered. Het verhaal van Gelderland wordt met behulp van de VR-bril op een moderne manier verteld aan kinderen. De bril zorgt ervoor dat de geschiedenis beeldend wordt. Nou, dat maakt het wel heel erg beeldend. Hè. Je staat echt in die periode die dan belicht wordt. En dat maakt het wel heel visueel. Nou, het ligt er een beetje aan in welke periode je gaat. Als je naar de prehistorie gaat, nou, dan kun je bijvoorbeeld de schedel van een wolharige neushoorn zoeken. En die moet je dan weer op de juiste plek leggen. We hebben ook nog de latere periode. Dan sta je bijvoorbeeld in een winkel en heb je weer hele andere objecten uit bijvoorbeeld de periode van de Tweede Wereldoorlog. De VR-game is onderdeel van een groter project met als doel om bijzondere collectiestukken digitaal bij elkaar te brengen. Nou, Schatkamers van Gelderland is onderdeel van het verhaal van Gelderland. Dat is allemaal samengesteld door Erfgoed Gelderland. En in de schatkamers zijn 70 objecten van verschillende musea verzameld. En die zijn ook op een website allemaal te bekijken in 7 verschillende periodes. In het museum is er tijdens de voorjaarsvakantie genoeg te beleven. Nou, we hebben komende donderdag een hele leuke verkleedactiviteit. We hebben dan allerlei kleding klaar liggen voor kinderen, ook voor volwassenen. Ze kunnen dan verkleed op de foto. We hebben er een fotograaf bij. En de foto kan dan later toegestuurd worden.
Na een overwegend droge dag zal het vanavond en vannacht toch gaan regenen. Het duurt wel even voor de regen in onze regio is. Waarschijnlijk begint dat later pas in de avond. Morgen blijft het helaas nat. In de ochtend is er een mix van lichte regen en droge periodes. En in de middag kan het wel weer wat harder gaan regenen. Het wordt maximaal 12 graden. Verderop in de week blijft het wisselvallig. Hoewel het donderdag waarschijnlijk alleen in de ochtend even regent en verder droog blijft. De zon is weinig te zien, maar het is wel erg zacht voor de tijd van het jaar. Met maximaal rond de 15 graden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 13 februari. Morgen is het Valentijnsdag en dan zijn we aanwezig bij een traditionele boerenbruiloft. En natuurlijk is het op Aswoensdag ook tijd voor haringhappen. En dat doen we morgen in Groesbeek. Mis het niet en graag tot morgen.